Maar aan het spel valt er genoeg op aan te merken. Marinus Dijkhuizen, in hoeverre staat hier een tevreden trainer na de 3-1 zege bij FC Dordrecht? Nou, gedeeltelijk. Tevreden over het resultaat uiteraard. Het is lang geleden dat we hier gewonnen hebben, dus dat is toch 10 jaar geleden. Dus dat is niet voor niks. Toch een beetje angstzinken. Maar aan het spel valt er genoeg op aan te merken. En dat is zoal? Nou ja, we begonnen heel goed, vond ik, eerst 10 minuten. De dingen die we moesten doen, doorkomen van die zeiken, was prima. En eerst het beste schakelmoment worden we weer verrast. Hoe kan dat dan? Ja, hoe kan dat dan? Dat is, we lopen in eerste instantie dicht en daarna schieten de bal bij de tegenstander in de voeten. Ja, dus zeg maar. Dus het was wel een persoonlijke fout. Het zit toch een beetje deze in de ploeg. De wisselvalligheid, met name ook verdedigend. Daarna hebben we heel veel corners gehad, heel veel momenten voor de goal, maar niet super goed voetbal. Vonden we er iets te veel mee ging in het spel van door de lange bal te kiezen. Werd het heel onrustig, heel optimistisch. Nou ja, er komt iets wat gelukkig vlak voor de Russen met twee corners op een voorsprong. En beslis je daarmee de weg eigenlijk? Geef je er daar een tik uit? Grotendeels wel. De tweede helft stonden verdedigend beter, maar vonden we de bal... Ja, de ruimte die we kregen was niet normaal groot. En dat we dan zo slecht uitspelen met onze kwaliteiten voorin, dat is gewoon echt heel slecht. Dat we dan nog uiteindelijk een corner nodig hebben, weer een corner, om de 1-3 te maken. Ik vond wel dat het verdedigen een stuk beter was. Een paar momentjes dat we inderdaad toch in het probleem kwamen met de hoge bal, dat weet je. Dus tweede helft wel meer vastberaden, maar zonder goed voetballen. De nuance mag zeker gemaakt worden dat in de tweede helft beter verdedigd werd door Excelsior. Dat mag zeker beter gezegd worden. Maar heb jij in hoeverre nog zorgen gemaakt over de defensie? Want er waren wankele momenten vandaag. Nou ja, de tweede helft, eerst al wel. Constant eigenlijk. En de tweede helft vond ik met name centraal en Alex meer leiding pakken en meer duels winnen. Dus daar had ik minder het gevoel van hij gaat vallen. Maar ja, wat ik zei, het waren inderdaad twee nog momenten dichtbij. Als ze met die ballen in de 16, diep in de 16 komen. Ja, dan weet je het met mijn ploeg inderdaad maar nooit. Dat gevoel blijft helaas nog aanwezig. In hoeverre kunnen we spreken van incidenten? Of is dat niet zo? Nou ja, dat zal de komende weken uit moeten blijken. Weet je, aan de andere kant, 1-3 is een prima resultaat bij Dordt. Dus dat is niet zo raar. Dus ja, maar het zal aan de bal beter moeten worden. En verdedigend stabieler. Dus we hebben nog wel enig te doen.